Beste Femke, vandaag of morgen mag jij naar de koningin om haar te adviseren hoe nu verder te gaan in deze kabinetsformatie. Een belangrijk advies. Maar nu heb ik vernomen dat jij voornemens bent om te adviseren om met de Partij van de Arbeid en de VVD een basis te creëren voor een kabinet. Paars Plus, dat heeft je voorkeur blijkbaar. Ik snap dat niet, want zoals jij en alle anderen hebben kunnen zien en kunnen horen, is er een grote aversie van bij zowel het CDA als de VVD om met de Partij van de Arbeid samen te gaan werken. Dat lukt niet. De chemie ontbreekt. Dat bleek ook wel bij de eerste poging voor Paars Plus. Het most, maar het was met zonder enig plezier. Dat is nou eenmaal zo. En dat moeten we maar accepteren. Want we weten nu ondertussen ook dat als mensen gedwongen worden om samen te werken, omdat ze eigenlijk niet met elkaar kunnen vinden, maar het toch moet, het ook uiteindelijk niet gaat. En dat is ook niet in het belang van dit land. Helemaal niet nu. Verder schrijf je op je website dat haast geboden is om een regering te vormen. En dat ben ik ook helemaal met je eens. Er is haast geboden en laten we naar een oplossing kijken en naar een mogelijkheid zoeken die ook daadwerkelijk een kans heeft, omdat er mensen zijn die met elkaar willen samenwerken en met elkaar de verschillen willen overbruggen en er een goed regeringsakkoord komt. Dus stel nou eens voor om naast CDA en VVD, die al heel veel huiswerk gedaan hebt, te gaan praten met D66, de ChristenUnie en GroenLinks. Juist. Dan maak jij ook je belofte waar dat je heel graag gaat regeren, want als je dat de PvdA voorstelt, zou het maar zo zomaar kunnen dat jij niet mee hoeft te doen, omdat dat verafschuwde middenkabinet er gaat komen. Dus grijp je kans, help dit land verder en stel eens wat verrassends voor, wat niet iedereen verwacht. En wellicht ben jij dan door een van de volgende ministers in dat volgende kabinet. Dat is een mooie bekroning op je politieke carrière, want nog een termijn bij de GroenLinks erbij te krijgen, dat zal niet lukken. Dus dan is een mooie afronding van een hele mooie carrière en ik denk dat heel veel Nederlanders veel vertrouwen in hebben jou als minister. Dus doe eens wat verrassends en verstandigs en adviseer de koningin om vooral dat kabinet te gaan onderzoeken wat ik net voorgesteld heb. Nou, heel hartelijk dank en wellicht zien we elkaar nog een keer. Dag Femke.